Een goede avond, dames en heren. Welkom voor ons kort nieuwsoverzicht. Formateur De Hane heeft vandaag verder overleg gepleegd met de onderhandelaars van de Vlaamse en Franstalige Christen-Democraten en Socialisten. Er werd vooral gepraat over de werkloosheid. Alle partijen zijn het eens over de noodzaak van een meerjarenplan voor de werkgelegenheid. Er wordt geprobeerd om de verschillende standpunten over de inhoud van dat plan op elkaar af te stemmen. En NBS-baas Etienne Schoepen heeft op een persconferentie van zich afgebeten over de huiszoekingen die bij de spoorwegen en bij hem thuis werden uitgevoerd. Zoals we gisteren al melden, is het gerecht op zoek naar eventueel smeergeld dat zou betaald zijn bij het huren en verhuren van treinstellen. Schoepen, die de voorbije nacht ook werd ondervraagd, zegt van geen enkele frauduleuze praktijk op de hoogte te zijn. Nadat hij een hele nacht door het gerecht was ondervraagd, trok NMBS-baas Etienne Schoepen zelf naar de pers. Vier van de ondervraagden, waaronder de financiële raadsman van de spoorwegen, de boekhouder en ook Schoepen, ontkennen dat er sprake kan zijn van onregelmatigheden bij economische transacties. Oh nee, ik heb daar helemaal geen weet van. Ik heb met nadruk vandaag bevestigd dat nog ikzelf, nog andere mensen die in verband met de leasingoperaties benaderd geworden zijn, gecontacteerd geworden zijn door de gerechtelijke instanties. Alle vier hebben we klaar en duidelijk gesteld dat wij nog persoonlijk nog kennis hebben dat anderen dienaangaande iets of wat op de kerfstok zouden hebben. De BOB onderzoekt of de NMBS-top smeergeld kreeg van een offshorebedrijf in Dublin. Daarom zijn gisteren 15 huiszoekingen gehouden, waaronder in de privéwoning van Schoepen en een boot van de vroegere financiële raadgever. Alles draait rond de zogenaamde sales- en leaseback-operaties. Door 15 transacties, samen goed voor zo'n 60 miljard frank, kon de NMBS vanaf 88 een deel van haar rollend materieel aan een Amerikaanse firma verkopen. Die firma verhuurde op haar beurt dezelfde treinstellen aan de NMBS. De verhuurtechniek leverde de spoorwegen zo'n 18 miljard op. De speurders vermoeden dat bepaalde geldsommen niet op de juiste plaatsen terechtkwamen. Dat zogenoemd Iers bedrijf is doodeenvoudig de Ierse zetel van een bedrijf dat eigenlijk gevestigd is in Monaco. En dat op een gegeven ogenblik consulting gedaan heeft voor de NMBS voor leasingoperaties. Maar verder moet men daar niks anders achter zoeken. Schoepen ontkende ook alle beschuldigingen dat hij in het belastingsparadijs Monaco aandelen zou bezitten. Opvallend is wel dat hij afstand neemt van de vroegere financiële directeur De Closset. Meneer De Closset woont in Monaco, bij mijn weten. Maar ik woon hier in Monaco en ik heb helemaal in deze aangelegenheid niks te maken met de heer De Closset. Het onderzoek startte op 3 mei toen financiële speurders bij de NMBS op onregelmatigheden met elektriciteitsrekeningen stoten. Economisch nieuws. De haven van Zeebrugge heeft een belangrijk project binnengehaald. De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuwe onderzeese pijpleiding van Groot-Brittannië naar Zeebrugge. De Zeebrugse haven wordt zo de eerste en enige draaischijf van de Britse gasexport naar Europa. Het grootste gedeelte van het aardgas is bestemd voor het Duitse net. Met het hele project is zo'n 34 miljard frank gemoeid. De eerste leveringen via de pijpleiding worden tegen oktober 98 gepland. Buitenland. De Bosnische Serviërs hebben vorige nacht 108 blauwhelmen vrijgelaten. Het zijn Fransen, Britten, Oekraïners en één Spanjaard. De Serviërs hadden hen gegijzeld na de NAVO-luchtaanvallen op hun munitiedepots. De vrijlating kwam er na zware druk van de Servische president Milosevic. Vandaag zijn nog eens 3 VN-blauwhelmen vrijgelaten. Een Fransman, een Spanjaard en een Braziliaan. Er zijn nu nog 145 blauwhelmen gegijzeld. Sportnieuws. De Rode Duivels hebben zo pas in Skopje hun EK-kwalificatie-interland in en tegen Macedonië gewonnen met 0-5. We kijken nog eens naar de hoogtepunten. De Belgische elf waren al een tijdje gekend, de omstandigheden ook. Een leeg Gradski-stadion. We weten nu ook hoe dat eruit ziet. Op het kwartier corner Schifo. Cheleski lost. Schepens schiet. Grün scoort. Het rumoer en het gejuich moet u er maar bij denken. Ook zonder gejoel een gouden goal. De Belgen winnen de duels en ze zijn veel meer bij de zaak. Dat blijkt onder andere bij corners. Kopbal Schifo 0-2. De Macedoniërs lijken nu al uitgeteld.
Winnen betekent op schema blijven voor het EK in 96. De sleutelwedstrijd wordt dan België-Denemarken op 6 september. Perfecte assist van de beelden, doelpunt Gunter Schepens. Voor Schepens het derde doelpunt in 4 wedstrijden. Alle verhalen over de zoektocht van de beelden naar zijn eerste doelpunt ten spijt laat hij zien dat hij vooral een collectief denkende spits is. Dit gaf hij weg aan Versavel en 0-4. Een onwezenlijke ruststand in een dito-sfeer. Na een kwartier in de tweede helft knappe inspanning van Karagiannis en het tweede doelpunt van Enzo Schifo. 0-5, de mannen uit Macedonië gaan af. Paul van Himst weet dat het doelsaldo ook belangrijk is en 5 goals is natuurlijk zeer goed. Zo, dat was het voor deze korte nieuwsflash, dames en heren. Nog een aangename avond en graag tot morgen. Zijn Raphaël voorspelt u een zomers aperitief. Eens zien wat de weerman voorspelt. Morgen wordt het wisselvallig met kans op onweer. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. De maxima komen uit op 13 tot 17 graden. Te fris voor de tijd van het jaar. En dat blijft zo voor de komende dagen. Tot en met maandag krijgen we grijs en regenachtig weer. Vanaf maandag kiest de wind wel voor een zuidelijke richting, waardoor het zachter wordt. En de 20 graden kunnen net overschreden worden. Beleef de unieke sfeer van de 24 uur van Francorchamps. Ja, u kan er ook bij zijn om het Stella Artois-team aan te moedigen. De klok rond en gratis. Stella Artois trakteert op een spannende race met 5000 gratis tickets voor 24 uur sensatie. Begeef u naar het dichtstbijzijnde krat Stella Artois of bel 0900 00987. Stella Artois trakteert. Het potentieel van een BVEC kun je vergelijken met dat van een jongen vol bloed. Om het in te schatten, observeer je hem dag na dag. Probeer je uit te maken of hij een rasechte sprinter wordt. Of eerder een onvermoeibare afstandsloper. En op welke leeftijd hij het beste van zichzelf zal geven. Op basis van dit principe creëerde de BBL EVAL. Een evaluatierooster dat u helpt de BVEC te kiezen. Die het best aan uw wensen beantwoordt. BBL EVAL. Om een BVEC te kiezen, ken je best zijn antecedenten. Een lippenstift die kleur en zachtheid perfect doet samengaan. Jamais. Ontdek de nieuwe Rouge Douceur, de verzorgende lippenstift van Jamais. Mijn lippen zijn zacht en vol, dankzij de herstellende formule op basis van ceramide. Rouge Douceur de Jamais. Rouge Douceur hydrateert mijn lippen perfect, beschermt ze en verrijkt ze met vitamine E. Wat een zachtheid, wat een sensualiteit. Rouge Douceur. De roodste lippen zijn ook de zachtste. Rouge Douceur, een verzorgende innovatie getekend door Jumet Paris. Hé, Monk, mijn kaarsje! Oh, baby, bel, bel, ik rust je wel. Baby, bel, proef het maar meteen. Zo is er maar één. Zo heerlijk zacht van smaak. Het is een lekkere kleine kaas. Baby, bel, het kaasje dat eruit wil. Bel nu! En ontdek de geheimen van de cinema en de beste films met Babybel. Het is nog altijd even lekker als de eerste keer. Ik heb zin om overal tegelijk toe te happen. Ah, van mijn magnum blijft iedereen af. De chocolade kraakt, ik smelt. Als ik zin in een magnum krijg, dan ben ik niet te houden. Zijn chocolade. Zijn ijs. Weg die verpakking. Ik wil wat erin zit. Niemand moet weten wat ik met mijn magnum doe. Mijn hart en mijn mond smeken om meer. Een ijsje met zo'n effect, hoe is het mogelijk? Zonder een woord zeggen ze dat er iets grondig mis is. Zonder een woord zeggen ze dat Whiskas de enige keuze is. Immers, het beste kattenmaal komt van de beste kattenkenner. Daarom, als er dan de kat ligt, koopt ze Whiskas. Sommige spaghetti-sauzen zijn zo waterachtig dat je bijna niks in je mond krijgt. Proef de rijke saus van Mamma Miracoli. Alleen zij gebruikt zoveel mooie stukken verse tomaten en groenten en haar geheime kruidenmix. Mmm, je ziet het meteen. In je bord.
En op je vork. Mamma mia! Alleen Mamma Miracoli maakt zo'n rijke saus. VTM nodigt je uit. Bel 0900 35 260 en beleef de sfeer bij een VTM-opname. Je wordt onthaald door het VTM-promo-team. Cameramensen en schminksters zijn volop in de weer. En je ziet je favoriete Vlamingen aan het werk. Bel nu, geef het programma van je voorkeur door en wij doen de rest. Stilte alsjeblieft. Bel 0900 35 260. Doen dus en tot bij VTM. Maar kijk, nu is Marties onze duimessig. Je bent gegroeid. Ik wil een break. Als je dubbel beleefd moet blijven, verwen je dan ook dubbel en neem een Twix. Want in Twix zit zachte karamel, twee keer. Melkchocolade, twee keer. En krokant biscuit, twee keer. Eerste break. Thomas! Tweede break. No Twix, no break. Tijdens Action Beach Rock geeft Twix je twee gratis tickets plus drie exclusieve concerten. Op zoek naar breaks die je dromovisie nog harder doen trillen? Bel nu. No Twix, no break. Zaterdagavond om 19:30 ontvangt Hans Otte weer 6 kandidaten. Voor 5 miljoen willen zij het wel doen. In Tele Quinto. Willy Sommers en Anne de Waatselier presenteren de hits en de tips vanuit Studio Manhattan in Leuven. Talent van eigen bodem. In 10 om te zien. Zaterdag om 8 uur. Heil Hitler! Om 9 uur ziet u een film over de oprichting van Hitler's Vierde Rijk. There's a ringer in the Dirty Dozen this time. Gentlemen, the Thousand Year Reich is in our hands. In treincar 2420. De majoor van de geallieerden krijgt de opdracht om een groepje Duitse genieën uit te schakelen. Hij laat zich hierbij assisteren door 12 levenslang veroordeelden. Dirty Dozen, The Fatal Mission. Een Amerikaanse actiefilm uit 1988. Zaterdagavond bij VTM. Nu kunt u kijken naar het vervolg van North and South. Gisteren bent u getuige kunnen zijn van de liefde tussen Virginia Hazard en de slaaf Grady. En het verhaal gaat verder. Ze zijn getrouwd en samen knopen ze de strijd aan tegen de slavernij. In deze aflevering van North and South gaat liefde gepaard met strijd. Ook voor Billy en Brad, ook voor Madeline en Ori. And we hate slavery.